In Colombia ging spoorloos op zoek naar de moeder van de 19-jarige Kim Schunke. Verslaggever Dirk Bolt vond haar in een sloppenwijk van Bogota. De moeder van Kim heeft het moeilijk. Als straatveegster strompelt ze dagelijks met stok en bezem van haar hutje naar het dorpsplein dat ze schoon moet houden. Kim reisde kort geleden naar Colombia, waar spoorloos haar met haar moeder herenigde. Zondag, spoorloos bij de KRO op 1. Toon Hermans. Hij wil nog één one-man show maken, dan is het mooi geweest. Hij vertelt over het naderend afscheid van zijn publiek, maar ook over zijn jeugd, zijn humor en zijn geloof. Kijkt u naar een hartverwarmende ontmoeting met Toon. Kom, we gaan naar bed.